genomen door Rakitic. Dat is geen slechte bal, die wordt onderweg nog aangeraakt. Ramos doet dat. En dan staat Sevilla op voorsprong. Ramalho loopt mee met zijn tegenstander Fernando. En dan kan uit de rug daar Ramos opduiken. En Siri kan daarbij en Benitez twijfelt. Benitez twijfelt, waarom twijfelt hij daar? Geen sprake van buitenspel, duikt hij daarop. Uit de rug van de voltallige PSV centrale defensie. Acuña stuurt die bal wel heerlijk weg. Met een gelukje, Vertessen bij Juan Lu en dan een overtreding. En het is een tweede gele kaart voor Ocampos, die dus met rood van het veld moet. Van Dest, die is goed binnengeschoten. Heerlijk binnengeschoten door Saibari. Er gloort weer hoop voor PSV. Echt een schitterende goal. Andere aanvallende mogelijkheid was nog Babadi geweest. Bos kiest voor de ervaring. Deze. En daar Vertessen. En die bal gaat erin. Daar is hij. De 2-2. Invaller Jorben Vertessen. Leek hem helemaal niet zo goed te koppen. Maar het resultaat voor hem en voor PSV is wel heel goed. Ik vraag me echt af of hij erin was gegaan. Goedelje krijgt een bedankje met een bos bloemen. Vertessen durft het wel aan op snelheid. Met Nianzou. Jorben Vertessen. Eén goede voorzet en een goal van Peppi. Een avond kan in voetbal wel eens een rollercoaster aan emoties zijn. Maar dit waren zo'n 25 à 30 minuten waarin je alle kanten opgeschoten werd. Dolle vreugde op het veld. Bij alles en iedereen van PSV. Een comeback van epische proporties.